Dit is gigantisch. Ja. Dat dumpen ze, dat gooien ze weg. Reetgevaarlijk. Dat spul is zeer gevaarlijk. Hè. Het is schandalig dat ze steeds brutaler worden en dat gewoon inderdaad onder onze neus gewoon doen alsof het niks is. Het is absoluut rotspul, want het hoort ook niet in de natuur thuis, dat is heel duidelijk. En wij willen ook gewoon graag thuis komen met onze gezin. Hè. Sowieso uitkijken, want dan moeten wij dat even doen. Anders even, want er staat toen een vat bij te dampen. Het zijn op dit moment gigantische hoeveelheden. Dus. En wij worden opgeroepen om dat te komen opruimen op een veilige manier. Ja, een vrachtwagen, die trekker opleggen, daar zit al ruim 30.000 liter in. Wat er binnen staat en wat in die vaatje staat, ja, is gewoon superveel. Ik heb hier drie soorten afval. Allereerst zoutzuur, wat vrijkomt bij de productie van amfetamine. Ik heb gootsteen ontstoppen, wat vrijkomt bij de tweede stap van de amfetamineproductie. En dit is afval van de productie van MDMA, aceton. En dit zijn de drie meest voorkomende type afval die gedumpt wordt in Nederland. En wij stellen vast dat de samenstelling is van wat er in de blauwe vaten gedumpt wordt. En wij kijken dan welke productieprocessen daar aan de grondslag hebben gelegen. En men gebruikt andere stoffen waardoor extra afval geproduceerd wordt. En dat zie je ook heel duidelijk in de toename van de dumping en de schaal van de dumping. Ik ben nu zelf aan het aankleden in mijn PBM's, persoonlijke beschermingsmiddel. Dus ja, het chemiepak, chemie handschoenen, chemie laarzen en dadelijk een ademluchtmasker en een helm. Ja, retengevaarlijk. Ja, we hebben te maken met wat stofjes die niet goed zijn voor de gezondheid. Nou, we hebben zaken gehad waarbij met name honden, dieren, dus in het afval terecht zijn gekomen door erin te stappen of recent ook door het te drinken. Nou, dan krijg je verbrande pootjes en in het geval van het zoutzuur drinken zelfs is het beest overleden. Daarnaast is er in het verleden ook een geval bekend waarbij kinderen door afval zijn gereden met hun fietsjes en daardoor allerlei brandwonden aan hun benen kregen. Dus ik ga een beetje van het zure afval aan het plantje toevoegen, zodat je kan zien wat de effecten zijn als je dat afval in de natuur dumpt. Nou, en dit is dan het resultaat 2 dagen na het toevoegen. En je ziet dat het plantje helemaal afgestorven is. Je hebt gewoon kans om zuurroeving in te krijgen, dampen die schadelijk zijn voor je als je inhaalt, longblaasje kunnen verbranden. Je wordt gewoon ziek van hoofdpijn, misselijk en op een gegeven moment krijg je gewoon knock-out. Nou, wat we hier hebben is het afval van de productie van amfetamine. Dat is sterk basis, dat is, bevat natriumhydroxide, ook wel bekend als gootsteenontstopper. En dat lost vetcellen eigenlijk op. En we hebben hier een kippenpootje en dan zul je zien straks dat het vlees al langzaam rood worden. Het verbrandt, de vetten gaan oplossen. En dit is dan na 2 dagen het resultaat. Het vlees en de huid van de kip is totaal opgelost. En het enige wat overgebleven is zijn eigenlijk de onoplosbare botten. Die hebben dan een ademlucht op, hè, zodat ze onafhankelijke ademlucht, dus die zijn niet afhankelijk van de omgeving. Dus zodra er iets meer van damp vrijkomt, zijn zij gewoon beschermd. Maar zelfs ondanks dat houden we wel nog rekening mee dat ze wel altijd voorzichtig alles openmaken. Om te zorgen dat ze niet echt ergens mee besmet raken. Het is maximaal veilig werken wat dat betreft. Ja, en in die zerkens, dat weten we niet. Dat is gewoon, het enige wat we kunnen doen is op pH bemonsteren. Zorg dat in ieder geval de zuur en de basis niet bij elkaar komen. Dus dat die niet tijdens een transport kunnen gaan reageren mocht het misgaan. Dit is zuur afval wat vrijgekomen is bij de productie van amfetamine. Dat zorgt ervoor dat alles in de omgeving van dat zure afval verroest. Het is bijtende stof. Dan zal je zien dat die in de loop der tijd sterk aangetast wordt. En ik heb hier een voorbeeld van 2 dagen geleden. Nou, dit plaatje is dus in de damp geweest van dat zure afval van amfetamine. En je ziet hier het resultaat, het is helemaal verroest. En dat is iets wat we dus ook in die labs vaak zien, dat alles wat van metaal is in die omgeving, dat allemaal verroest is. Nou, er staat natuurlijk van alles op de etiketten en je wil niet zeggen dat erin zit. Dus jongens moeten het allemaal controleren. Nou, op het moment dat ze dat controleren, kijken ze, nou, slaat zuur of basis uit. Nou, dan wordt het apart afgevoerd in die bergingsvaten. Even voor ons om makkelijk te maken, omdat het grote hoeveelheden zijn, zetten we gewoon een B of een Z op het vat. Oh ja, nou zie je het al hè. Dus dat valt goed dicht. Het valt goed dicht. Ja dat is dus wat kan gebeuren. En dat is de reden waarom de jongens dus volledig onafhankelijk aan beschermd. Kijk, je ziet hem dan nog steeds dampen.
Ik heb hier afval van de productie van MDMA ecstasy. Dat is acetonafval wat overblijft na de productie. Dat is heel brandbaar afval. In tegenstelling tot de amfetamineafval. En dat kan je heel duidelijk zien door een kort vlammetje erbij te houden. En dan ontvlamt het al. Ja, ja, we hebben de laatste tijd helaas heel vaak oproepen gehad voor het ruimen van drugsafval. En ja, het is ook steeds verspreider door Nederland, merken we. Dit gaat naar een erkend afvalverwerker waar wij gewoon mee samenwerken. Daar wordt het of tijdelijk opgeslagen tot de politie meer onderzoek kan doen. Of de politie of de gemeente of de opdrachtgever in dit geval, die wil het graag vernietigd hebben en die zegt van laat het maar vernietigen. En dan wordt het gewoon verbrand en dan is het product weg.